In deze video voegen we ActionScript toe aan een knop. De Movie ActionScript knop is geopend. Deze movie bevat één bewegingstween van een botsende tennisbal en twee knoppen Start en Stop. Test de movie via Ctrl-Enter. Wanneer je op de knoppen klikt, gebeurt er niets. We gaan nu ActionScript aan de twee knoppen koppelen, zodat we hiermee de movie kunnen starten en stoppen. Voeg op de tijdlijn een extra laag toe en geef deze de naam Actions. Selecteer op de laag Actions Frame 1. Open het venster Handelingen via de menuoptie Venster Handelingen of druk op functietoets F9. Typ in het venster Handelingen de Actionscript code. Regel 1 tot 7 is de code voor de knop Stop. Regel 8 tot 14 is de code voor de knop Start. Let op het gebruik van hoofdletters. Sluit het venster Handelingen. Bewaar de wijzigingen en test de movie via Ctrl-Enter.